Telesuur is erin geslaagd om de storing op de zender voor digitale tv op het Leliegebergte op te heffen. Het technisch team van Telesuur was in samenwerking met GAM Air afgereisd naar het gebied. De leefgemeenschappen van Lange Tabiki, Apomatapu, Gakaba, Stoomanseiland, Berayu, Clementi Dritabetje en Godolo beschikken wederom over TV-signalen van ATV. Door blikseminslag was de zender op het Leliegebergte beschadigd. Deze is intussen vervangen en de beschadigde zender is naar Paramaribo vervoerd voor reparatie. Indien het nog bruikbaar is, zal die elders weer worden ingezet om meer leefgemeenschappen te voorzien van digitale tv. De looppaden naar de masten in het Leliegebied waren begroeid en moeilijk begaanbaar vanwege omgevallen bomen. Ook moest er rekening gehouden worden met het weer om veilig te kunnen terugvliegen naar Paramaribo. Het ligt in de planning om de zenders van Apetina, Tepu en Kaumhakken een onderhoudsbeurt te geven, zodat ook daar de tv-signalen optimaal kunnen worden ontvangen.